Zo, goedemorgen. Goed om jullie te zien, wakker op een zondagochtend, dat is fijn. Nou, ik ken bijna allen van jullie niet, dus ik vermoed dat jullie kennen mij ook niet. Zo gaat het, hè? Nou, ik ben niet een Nederlander. Misschien jullie hebben dat ook gemerkt met mijn accent of zo. Ik ben een Engelsman en vanaf de leeftijd van 5 jaar oud, mijn ouders gingen naar Zuid-Amerika om te wonen. Naar Colombia. Ik was 5 jaar oud in die tijd. En dus ik ging met mijn 2 broers. En daar in Zuid-Amerika, ik heb 2 zusters gekregen ook, dus er zijn 5 kinderen. Dus ik ben opgegroeid in een ander land, een andere taal. Spaans was onze. Ik heb mijn studies in Spaans gedaan. Dus Español, me sale muy bien. In die tijd, mijn vader was bezig met zijn zendingwerk om evangelisatie te doen en gemeentes te stichten. En ik was, ja, ik hoorde de boodschap, ik was niet tegen, ik hoorde ook de boodschap. En ik denk, ja, mijn vader spreekt, belangrijk voor hen, hè. Hij heeft de boodschap van bekering en deze mensen hebben bekering nodig. En het ging altijd zo, over mijn hoofd. En ik zat daar en het was altijd... Maar kwam een dag waar ik had gedacht, hé, het gaat nu op mij. Mijn oudste broer Andrew kwam, hij ging op mijn vader met de jeep een week op reis om mensen te bezoeken in de bergen zo. En dan na een avond, dan mijn broer zegt tegen mijn vader, ja, ik wil ook een christen zijn. Dus ze hebben gebeden, mijn broer heeft zijn leven aan de Heer Jezus gegeven. En hij is ook mijn vriend natuurlijk, mijn oudste broer. Dus hij kwam thuis met enthousiasme en zei, Philip, jij moet ook een christen worden. Hoezo? Ja? Dus ik ben uitgelegd. Ja, het is goed. En, dus ik heb op dat moment ook mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. Eén avond in onze slaapkamer. Ik merk dat God heeft kinderen, maar God heeft geen kleinkinderen. Als je ouders christen zijn, dat is fantastisch. Maar je moet je eigen beslissing maken. Het feit dat ik was geboren in een christelijke gezin, of nest, als jullie noemen het hier in Nederland, een nest, een beetje raar, maar een gezin, betekent niet dat je wordt automatisch een kind. Ja, jij kan in een boerderij geboren worden, en dat maak je geen koe. Ja, jij kan in een garage geboren, en dat maak je geen auto. Je kan in een christelijk gezin geboren, maar dat maak je geen christen. Je moet echt je eigen beslissing maken. Om je leven aan de Heer Jezus te geven. En dat is niet zo ingewikkeld, omdat onze Heer Jezus wil graag jou en mij redden. Hij maakt dit niet moeilijk. Als wij met ons hart zeggen, Heer Jezus, kom binnen, vergeef mij, word de baas van mijn leven. Met je eigen woorden, met beter Nederlands natuurlijk. En je kan ook een andere taal zeggen, en Jezus komt binnen, hij redt jou en maakt jou een nieuwe persoon. Nou, wat was redelijk moeilijk met mij, was dat toen mijn broer heeft zijn leven aan de Heer Jezus gegeven, hij zegt aan mij, ik ervaar een vrede in mijn hart. Het was zo mooi, zo fantastisch, dat ja, ik heb Jezus en dan dat vrede kwam. Nou, toen ik heb Jezus aangenomen... Ik voel niks. Dus ik heb amen gezegd aan het einde van mijn gebed. En dan ik verwacht iets. En niets gebeurt. Dus de volgende avond, ik was alleen. Ik zei, zal ik nog een keer doen. Meer intensiteit. En niks. Ik heb het nog een keer geprobeerd. Een paar dagen later. Misschien ben ik niet eerlijk genoeg. Dus ik probeer meer eerlijk te zijn. En ik heb Jezus nog een keer aangenomen. En ik voel niks. Dus nou, het werkt niet zo goed bij mij. Als ik was in een dienst, in de gemeente of een evangelisatiedienst, en iemand zegt, ja, als je wil Jezus aannemen, bid de volgende gebed of zo. Dus heb ik het nog een keer gedaan. Als ik lees een kleine evangelisatie,
ja, zoals een voetbalboekje of zo. En ergens is een gebed om je leven aan de Heer Jezus te geven. Oh, dat is een beetje anders dan wat ik heb gezegd. Ik doe het precies ja, zoals het is in het boek, in de boekje. En ik wil zeggen dat voor een redelijk lange tijd, voor 2 of 3 jaar, ik bleef onzeker. Omdat ik zoek een ervaring, dat mensen praten over een bepaalde ervaring. Ik had het niet. Nou, na 2 of 3 jaar, ik heb geen ervaring gehad, maar wel een Bijbeltekst. Mensen, als mensen naar Jezus komen, hij zal hen nooit wegsturen. Ja, in Johannes 5, 24 zegt, als wij geven onze leven aan Jezus, wij zijn overgemaakt van de dood naar het leven. Er is geen verdoemenis. Is dat het juiste woord? Een raar woord. Verdoemenis. Johannes 5, 24. Of je pakt een andere belofte in 1 Johannes 5, 12. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat is redelijk duidelijk. Ik heb mijn hart opengemaakt. Ik heb het Heer Jezus welkom geheten. Alsjeblieft, kom binnen. Hij knopt aan de deur en hij wil binnenkomen. Dus Heer Jezus, kom binnen. Word de baas van mijn leven. Ik geef mijzelf aan jou. Zoek maar eruit mooie woorden. Maak niet uit. De juiste gedachte en gesteldheid van je hart. Jezus, kom binnen. Ik heb Jezus, dus ik heb leven. De zekerheid in mijn leven kwam toen ik heb geleerd om Gods belofte echt te geloven en te lenen op Gods belofte. Als het waar is, dan ik geloof het is waar. Ik voel niks anders, maar ik geloof dat het waar is, omdat Jezus God zegt het. Nou, ik ben niet tegen andere mensen die hebben mooie ervaringen. Ik denk, ja, iedereen is anders, hè? En daarom het is... Ik zou zeggen, ja, niet zo handig om jezelf te vergelijken met andere mensen. Ik herinner toen ik 20 jaar was, ik ging naar een bruiloft van een vriend van de universiteit. En dan, in Londen. En dan, ja, na de dienst of zo, dan kreeg iedereen moet eten of zo, in de zaal, receptie. En dan je kreeg rond een tafel en dan je zit daar en met veel rare mensen, je kent hun niet, maar oké, met een stroopdas, je probeert een beetje gezellig te doen. En dan de jonge man naast mij, een beetje van een Chinese achtergrond, ik weet niet waarom, maar hij was een beetje gestrest en hij zegt, ja, hij begon serieus te praten. Ik zeg, ja, ik heb mijn vriendin zwanger gemaakt. En... Wat is zo erg, ik weet niet als ik hou van haar of niet. Nou, voor een onbekende in een gesprek op een tafel, ik denk, wat doe je dan, hè? Maar voor mij, het was een eye-opener. Hij heeft zijn vriendin zwanger gemaakt en hij twijfelt nog, houd ik van haar of niet? Het is mogelijk. Onze gevoelens zijn zo raar, wat precies... Als ik zeg dat ik hou van mijn vrouw, en daar zit daar ergens achter, misschien iemand anders houdt van zijn vrouw op een andere manier. Zuid-Amerikaanse mannen zijn vol met passie. Dus misschien zij houden van zijn vrouw, hun vrouw, op een andere manier. Een Duitser, begreep ik, is echt methodiek. Dus misschien hij houdt van zijn vrouw op een andere manier. Maar het is dezelfde liefde, maar wij laten het zien over ervaringen op een andere manier. En ik denk het is een beetje zoals zo met onze ervaring met de Heer Jezus. Jij en ik, wij moeten Jezus volgen met passie. Met al ons hart. Op jouw manier. En Jezus is blij dat jij volgt hem. Nou, het thema vandaag, vanochtend, is niet echt mijn leven of jouw leven precies, maar het leven van Daniel. Jullie zijn, begreep ik, bezig met Daniel in de laatste dag of twee. Nou, het boek Daniel heeft hoeveel hoofdstukken heeft het boek Daniel? Makkelijk te herinneren, 12. In sommige boeken zijn in de Bijbel zijn een beetje ingewikkeld om te verdelen, maar Daniel, het is makkelijk te verdelen in 2 stukken. Hoofdstuk 1 tot 6 zijn al de verhalen van Daniel.
In hoofdstuk 6, 7 tot het einde, nog de laatste 6 hoofdstukken, zijn de profetie, de dromen, de moeilijke stuk van het boek van Daniel. Dus hoofdstuk 1 tot 6 en 7 tot 12. Nou, wat ik vind interessant met het leven van Daniel, is dat hij is wel een... hij heeft wel een sterke invloed gehad op veel mensen. Hij leeft lang, dus hij heeft invloed gehad over een aantal koningen. Niet alleen één koning, hij werd in Babylon, dus hij werd met een aantal verschillende koningen. Hij heeft wel een sterke invloed daar gehad. Hij heeft een invloed gehad over profetie. Als je gaat naar een lezing over profetie, zeker weten een Bijbeltekst uit Daniel zal komen. Dus zo gaat het. En dat feit dat Daniel was zo vast in zijn in leven, ook vandaag, hij heeft een sterke invloed op jouw leven en mijn leven. Maar wat was zo bijzonder? Daniel had geen leiderschapwaardigheden, lange woord, leiderschapwaardigheden zoals Mozes. Nee, hij was niet geen grote leider. Heeft Daniel een aantal wonderen en tekenen gedaan, zoals Elia of Elisha? Nee. Heeft Daniel bouwvaardigheden, zoals Nehemia om de muren te bouwen zo? Nee, hij was geen bouwer of zo. Was Daniel een succesvol militaire man, zoals Joshua of Mozes of David bijvoorbeeld? Geen oorlog gevuurd? Nee, nee. Je ziet hem nooit met een pistool of een wapen of zo. Hij doet dat niet. Is niet zijn ding. Was Daniel een leraar zoals Ezra of Paulus met veel lezingen en zo? Ook niet. Interessant, hè? Dat Daniel is een redelijke normale man. Ja, een beetje kopie-kopie. Hij heeft wel een goede hoofd en zo. Maar hij was een redelijk normale man. Maar hij was een trouwe doorzetter of trouwe dienaar. Misschien je denkt, ja, ik ben niets bijzonders of zo. Niet iedereen kan bijzonder zijn. Gelukkig. Maar jij als een normale persoon, ik als een normale persoon, wij kunnen ook nuttig zijn in Gods handen om invloed voor God te hebben hier op aarde. Ik zie het wel dat David neemt God serieus. Hij was een serieus volger van God. En de vraag dan is, ben jij een serieus volger of Heere God? Of is het meer dat, ja, ik ga naar de dienst, ik ga naar de conferentie vanwege mijn ouders natuurlijk, zij betalen, dus daarom ben ik hier hoor. Dat kan ook gebeuren, hè? Nee, ik hoop dat je hebt ook in jouw hart dat wens, zoals Daniel, een serieus volger van God. Nou, Daniel hoofdstuk 1, ik zal vers 5 tot 9 lezen. De koning, hoofdstuk 1 van Daniel, vers 5. De koning nu stelde een dagelijks hoeveelheid van gerechten van de koninklijke koningen voor hen vast. En van de wijn die hij dronk, om hem in 3 jaar zo op te voeden, dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Vers 6. Onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Masael en Azaria. 7. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belshazzar, Hanania, Sadrak en Misael, Meshach en Azaria, Abednego. Vers 8. Nu Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij de hoofd van de hovelingen. Nou,
Mijn eerste opmerkingen, belangrijke opmerkingen over het leven van Daniel, is dat Daniel was een man die zijn identiteit serieus nam. Hij wist dat, hij woont op dit moment in Babylon. Hij was gebracht vanuit Judea, van Israël. Hij is als een slaaf of zo genomen naar Babylon. Nou, denk je een moment. Misschien hij was wat, 17 jaar oud of zo in die tijd? Misschien hij was bezig met HAVO of WBO, wat dan ook. Je weet niet, op school daar in Jeruzalem of in Israël. En hij is op een moment gebracht naar, niet van een dorp, misschien van een dorp, naar een grote stad van Babylon. En zoals iemand die is opgegroeid in een kleine dorp, hij is gebracht naar New York bijvoorbeeld. En niet alleen op de straten van New York, maar nee, in de paleis van de koning om lekker te eten van alles en te drinken, een goede school. En je kon, ja, het idee was dat je wil een ambtenaar van de overheid. Dus de mogelijkheden voor Daniel in een paar weken waren zo groot en fantastisch. Maar Daniel, hij denkt, ja, dat mooi zeg, mooi, mooi. Maar hij nam zijn identiteit serieus. Ja, ik ben hier in Babylon. Ik heb de mogelijkheid om te studeren en lekker te eten. Maar ik bleef een Jood. Maar ik bleef een deel van Gods volk. Ik bleef een Israëlieten. En daarom, hij zegt, ja, een paar dingen ik zal hier niet doen. Bewust niet doen. Hij neemt zijn identiteit serieus. Nou, beste jonge meisje, mijn vraag dan is, wat is jouw identiteit? Wat is jouw? Het is makkelijk om naar een nieuwe school te gaan, of een bijbaantje te beginnen, of iets nieuws. En je komt en denkt, ja, er zijn weinig christenen hier, dus ik bewaar geheim mijn identiteit. Als iedereen lacht, ik lach. Als iedereen doet dat, ik doe het ook. Of denk jij, nee, ik ben hier, ik werk nu in McDonald's op een baantje, ik ben hier in een nieuwe school, ik ben hier, maar ik ben hier als een christen. Interessant dat Daniel heeft zijn identiteit vastgehouden. Hij zegt, ja, alsjeblieft, kan ik niet van deze voedsel eten. Het gaat niet goed met mij, zo. Ik ben een Jood. En de andere drie vrienden hebben hetzelfde gedaan. Als jij neemt een beslissing je identiteit duidelijk te maken, je hebt ook een invloed op andere mensen. Jouw gedrag, als een jonge man, een jonge vrouw, jouw gedrag kan een positief invloed hebben, en God wil graag dat zien, ook op andere mensen. Het zegt hier dat Daniel heeft vast besloten om dit voedsel niet te eten of zoiets. In ons leven, in jouw leven, jullie zijn een aantal jaren bezig in jullie leven. Het gaat redelijk snel hoor. Ik ben verbaasd. Ik ging zendingwerk doen toen ik 30 jaar oud was. En ik ging naar Van Engeland om zendingwerk in Zuid-Amerika te doen. En ik was verbaasd hoe snel je komt tot 30. En dan hoe snel ik kwam tot 33. En ik herinner toen ik 34 jaar oud was, ik denk, nou, ik heb de indruk dat ik ben aan het begin van mijn leven. En op 34, Jezus was klaar met zijn leven. Hij heeft alles vandaag gedaan al. Dus leven gaat redelijk snel. En wat gebeurt in jouw leven is dat we hebben een aantal kleine beslissingen. Elke dag hebben wij kleine beslissingen. Er zijn af en toe een grote beslissing. Ja, waar zal ik studeren? Of welke studiepakket? Of nog groter, zal ik trouwen of niet trouwen? Met wie? Dat is grote beslissingen. Maar in het algemeen zijn een aantal kleine beslissingen. En het is belangrijk om een sterke basis te hebben. Overtuigingen te hebben. Daniel had vast besloten een paar dingen in zijn leven. Voordat wij verder gaan, een vraagje. Heb jij vast besloten om je leven aan de Heer Jezus te geven? Als je hebt niet je leven besloten om je leven aan de Heer Jezus te geven, dan wij spelen met religie voor een lange tijd. En dat is niet zo interessant. Veel beter om spoedvoetbal te spelen of iets anders. En ik bemoedig jou
om echt een beslissing, een serieus beslissing van je hart. Ik geef mijn leven aan de Heer Jezus. Ik geef mijn leven aan de Heer Jezus. En dat is een beslissing die heeft een invloed over alles wat je doet in de toekomst. Daniel heeft een vast beslissing gemaakt, besloten. En dan, ik merk ook dat Daniel is voorzichtig ook in zijn groepje van vrienden. Ik denk dat hij komt over in het boek als een vriendelijke man. Dus hij was niet hij had vrienden met iedereen. Maar er was een kleine groepje van vrienden. Met deze de drie andere namen. Een beetje raar te pronouncen. Deze drie andere mannen. Zij waren goede vrienden. En ze ondersteunden elkaar. In moeilijke momenten. Heb jij goede vrienden? Heb jij goede vrienden? Het is belangrijk. Sommigen zeggen, ja, je moet alleen christelijke vrienden hebben. Ik denk, oké, kan. Maar ik denk, wij kunnen ook vrienden hebben met ongelovigen. Dus dat is een goede manier om onze licht te laten schijnen. Maar je moet wel vast zitten op je schoenen. Maar het is zo belangrijk om vrienden te hebben, christelijke vrienden. Om ons te helpen in moeilijke momenten. Ik merk, sommige christenen hebben zoveel, bijna al hun vrienden zijn ongelovige mensen. En dan heb ik ook, ik denk, ja, voorzichtig, voorzichtig. Er is een Spaanse uitdrukking, het zegt, dime con quien andas y te diré quién eres. Amen. In Nederlands het is, zeg wie jouw vrienden zijn, en ik zal je vertellen wie jij bent. Zeg wie je vrienden zijn, en dan ik zal zeggen wie jij bent. Dat is een Spaanse uitdrukking. En het is niet zo ver weg van de waarheid, hoor. Als je vindt altijd je vriendschappen met ongelovigen en altijd met dingen helemaal niets met de Heer te maken, hey, dat zegt iets over je eigen hart. Dus het is goed om goede vrienden te ontwikkelen. En daarom ben ik zo enthousiast over conferenties zoals deze. En ook kampwerk in de zomer. Ik probeer elke zomer tenminste 1 week een bijdrage te leveren in een jeugdkamp. Ik zeg, ja, het stimuleert de contact tussen jonge mensen, christelijke jonge mensen. En dat is altijd natuurlijk goed. Soms als een christen, jij neemt de initiatief om iets goeds te doen. En je zal ontdekken dat je christelijke vrienden zal jou volgen. En soms de christelijke, iedereen wacht voor iemand een duidelijke stap te nemen. En dan iemand zegt, nee, ik rook niet of zoiets. Of nee, ik drink dat niet. Of nee, ik... En dan de anderen zeggen, ja, ik ook niet. Dus iemand moet beginnen met een duidelijke positief. En anderen volgen. Nou... De tweede eigenschap die ik zie hier in Daniel, is één is dat hij neemt zijn identiteit serieus. De tweede is dat ik merk dat Daniel neemt Gods woord serieus. Zullen we een Bijbeltekst lezen in Daniel 9, hoofdstuk 9. Ik zal vers 2 en 3 lezen. Daniel 9. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniel... In de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heer God om hem te zoeken in gebed. En met smeekgebeden en vasten en in zak en in as. Vers 10. Wij hebben niet geluisterd naar de stem van de Heer onze God, om volgens zijn wetten te wandelen, die hij ons gegeven heeft door het hand van zijn dienaren, de profeten. Ik merk dat Daniel... Hij was bezig als een ambtenaar, maar hij neemt ook tijd om Gods woord te lezen.
En hij neemt serieus. Hij zegt, kijk eens aan, ik zie hier, dat is 70 jaar, dus dit moet nu gebeuren. Dus hij neemt God, als God het zegt, het moet waar zijn dus. En hij bouwt zijn leven over wat Gods woord had te zeggen. Hoe serieus neem jij Gods openbaring? Dus, om een beetje makkelijker te maken, hoe serieus neem jij Gods woord? Nou, sommige mensen zeggen, ja, ik vind dit zo ingewikkeld en zo saai. Nou, het idee is niet om, ja, uren elke dag Gods woord te lezen. Sommige mensen hebben de kans om dat te doen, maar de normale leven is dat wij lezen een stukje elke dag. Ik zou zeggen ongeveer 10, 12 centimeter of zo van je Bijbel. Ja, en dan je leest een korte stuk en je bidt, Heere God, ik wil graag jouw stem horen door dit stuk. Omdat God, Gods geest, de normale manier te spreken is door zijn woord. Nou, ik doe het elke dag, bijna elke dag, dat is mijn project. 1 of 2, ik doe een beetje meer, 1 of 2 hoofdstukken per dag. En soms, ik ben klaar. Nou, niks bijzonders hoor. Mooi, waar, dat was het. Ik bid en ik ga verder met mijn dag. En soms kom ik tegen iets in Gods woord en ik, wauw, dit heeft toepassing direct aan mijn dag van vandaag. Of op een boodschap dat ik bezig ben in een voorbereiding voor de toekomst. Fantastisch, kijk eens, dit is echt een geestelijke snoepje. Ja, dus ik kauwgom en dan ik kauw de stuk van Gods woord. Maar als iemand de Bijbel nooit open doet, alleen op zondag als het moet, dan het is moeilijk voor God aan jou te spreken. Mijn vader, hij is een Engelsman en hij heeft een mobiel. Maar hij is voorzichtig met de mobiel. Het is moeilijk mijn vader te bereiken op de mobiel. Ja? Hij zegt aan mij, ja, ik zet de mobiel aan, ik praat met iemand en dan ik zet het uit. En dan de accu duurt veel langer, zo. Ja, natuurlijk wel, maar dan niemand kan jou bereiken. Als je zet de mobiel uit, het is moeilijk in contact te komen. Als je blijft met je Bijbel dicht, met je mobiel uit, je Bijbel dicht, het is moeilijker voor God in contact met jou te komen. Ik kan ook met andere manieren natuurlijk. Maar dit is de normale manier, je geestelijke mobiel. En het is goed om het aan te zetten, zodat God kan door zijn woord aan ons spreken. Nou, soms God kan ook op een andere manier aan ons spreken. Ik noem het de bijzondere manieren. God kan soms een bepaalde idee in onze hoofd geven. Ik had gedacht dat dromen waren alleen, ik ben nu bewust dat soms God gebruikt een droom om aan iemand iets te zeggen. Ik hoor veel getuigenis van moslims die komen tot bekering vanwege een droom. God is bezig in de hart van mensen. Je ziet dromen in het Oude Testament, dromen in het Nieuwe Testament en ook misschien vandaag. En dat betekent niet dat elke droom dat je hebt is van God. Ik droom over een mooie auto of een motorfiets. Het is een openbaring. Voorzichtig. Maar het is ook een manier soms dat God kan ook contact met jou nemen. Maar de normale manier. Dus ik bemoedig jou. Als je hebt nog niet begonnen, pak je Bijbel. Begin bijvoorbeeld in het mooie boek van Filippenzen. Het is een mooie naam, Filippenzen. Dus een mooi boek om te beginnen. En dan lees, 10, 12 centimeter. En probeer eens elke dag een beetje te lezen. Met de gebed, Heer, ik zet mijn mobiel aan, spreek alsjeblieft. Daniel neemt Gods woord serieus. En hij was gebruikt om God een invloed, hij was een invloedrijke man. God wil jou ook gebruiken om een positief invloed te geven, maar dan, we hebben ook Gods woord wel nodig. De drie vrienden van Daniel, jullie kennen het verhaal. De koning zegt tegen de mensen, als de muziek begint, iedereen moet neerbuigen voor de beeld dat ik heb opgezet. Ik denk dat Daniel was niet aanwezig, misschien hij was op vakantie ergens, of
Ik weet het niet, maar de drie vrienden waren daar en ze zeggen, nee, wij buigen ons niet. Waarom niet? Vanwege het droom? Vanwege speciale openbaring? Nee, vanwege de normale, zij wisten Gods woord, in Exodus, dat het is niet goed om te buigen voor idols. Dus zij doen het niet. Als je ziet iets in Gods woord, God, ja, hij vraagt van ons niet alleen kennis. God praat omdat hij wil ons richting geven. Zodat wij kunnen goed leven. Uw woord is een lamp op mijn voet, mijn pad. Ja, die kant dus. Ja, dus ik wil wandelen, je weet niet precies hoe. En dan Gods woord geeft ons duidelijkheid. En dan soms ook kan God ook op een andere manier, door een toespraak of door een andere manier, iets aan ons geven. Nou, dus ik zie dat Daniel was, hij neemt zijn identiteit serieus. Ik ben een kind van God, ik ben een deel van Gods gezin en de volk van God. Twee, Daniel neemt zijn Gods woord serieus. Hij bestudeerde, hij neemt het serieus. De derde eigenschap dat ik zie, is dat Daniel nam... een man die nam gebed serieus. Wat denken jullie? Wat is het beste? Regelmatig gebed of spontaan gebed? Wat is beter? Wat is meer effectief? Regelmatig gebed of spontaan gebed? Geprogrammeerd gebed of gebed in reactie van een gebeurtenis? Spontaan. Spontaan komt meer van je hart en regelmatig is een beetje wettisch. Nou, moeilijke vraag. Hè? De feit is dat ik zie Daniel bezig met allebei. Ik zie Daniel dat hij bidt 3 keer per dag met de raam open op zijn knieën richting Jeruzalem. Dus hij had wel in zijn leven een bepaalde ritme ontwikkeld voor gebed. Dus ik zou niet zeggen dat het mis is. Ik zou niet zeggen dat is de enige manier om te bidden. Omdat ik zie later, er is een bepaalde crisis in hoofdstuk 2. En dan hij roept de vrienden samen. Ja, kijk eens, de koning wil ons doodmaken. Hij heeft een droom gehad en hij weet niet wat de betekenis is. En hij wil al de wijze mannen doodmaken, dus nou dat is een goede reden om een spontaan bidstond te hebben. Hè? Hij zegt, nee, niet wacht tot 3 uur, dan mijn bidtijd. Nee, hij is meteen, zullen wij dat bidden, dan bidden. Nou, ik denk het is goed om, natuurlijk het is goed om spontaan je problemen, je situaties aan God te brengen. In korte gebeden of meer lange gebeden, of je op je knieën, op je voeten, met de ogen open, op je ogen dicht. Ja, het is niet zo. Daniel, hij bidt met de raam open richting Jeruzalem. Waarom? Als je bidt met de ramen dicht, dan het duurt langer om je gebed naar de hemel te gaan of zo. Je moet een beetje van een... Nou, ik denk dat het is een gewoonte die hem helpt om te bidden. Richting Jeruzalem, waarom? Als hij bidt in die kant, duurt het langer om de gebed om te gaan naar Jeruzalem? Nee, het is de God van Jeruzalem, de God van Jacob. Dus daar bid ik aan. Nou, soms er zijn bepaalde uiterlijke dingen die kan jou en mij helpen in onze gebedleven. Als jij bidt, hoe bid jij? Met je bil op de stoel? Kan natuurlijk. Maar ik vind nergens iemand in de Bijbel die bidt met zijn bil op de stoel. Maar ik kan. In de Bijbel, mensen ze op de knieën gaan. Soms ze liggen plat op de grond. Soms ze aanbidden God een beetje zoals de moslims. Zo, ja, zo. In de aanwezigheid van God. Soms aanbidden God met heilige handen op en zij keken naar de hemel, zoals Jezus. Hij keek naar de hemel. Ik weet niet waarom wij christenen doen onze ogen dicht.
Ik kom nergens in de Bijbel iemand die bidt met de ogen dicht. Natuurlijk, je kan het doen. Ik doe het ook. Het helpt met de concentratie. Maar moet dat zo? Ja, zoek maar een manier dat jou helpt. Als je denkt, ja, als ik bid, Anneke, mijn vrouw zegt, als ik bid met mijn ogen open, ik zie van alles. Dan het is het moeilijk om te bidden. Het is beter om oogjes dicht te doen. Maar als je denkt, ja, ik vind het moeilijk met mijn ogen dicht, ga wandelen met Jezus. En dan kijk naar de hemel zo, en bid. Dus Daniel heeft een manier gevonden die past bij hem om te bidden, op de knieën, met de ramen open. Maar het is belangrijk, ja, een bepaalde regelmaat. Nou, het is een probleem als je wordt echt wettisch ervan. En ik denk, dat is niet de bedoeling. Ook met een stille tijd. Ik denk, het is goed om 10, 15 minuten elke dag, aan het begin van de dag is een mooie moment, om een stille tijd te hebben. Maar als iets gebeurt en je kan dat stille tijd niet hebben, word niet gestrest erover. Het is geen wet hoor. Het is iets nuttig. Het is normaal te ontbijten, maar soms je ontbijt niet en zo. Leven gaat door hoor. Dus om niet krampachtig te zijn, maar wel een bepaalde ritme. Hebben jullie tanden gepoetst vanochtend? Nou, ik zou zeggen, dat is ook een goede gewoonte. Als je vergeet een dag je tanden te poetsen, oké, misschien je verliest een paar vrienden, maar het is niet zo erg. Ja? Dus, maar het is gezond om een patroon, een regelmaat te ontwikkelen om gezonde dingen. Zoals tanden poetsen, zoals een stuk van de Bijbel te lezen, zoals een tijd voor gebed. Maar soms ook spontaan gebed. Om Gods aanwezigheid. En de laatste eigenschap ik zie, Daniel was, hij nam zijn identiteit serieus. Daniel nam Gods woord serieus. Daniel nam gebed serieus. Hij doet het 3 keer per dag, plus extra moeilijke momenten. En vierde, ik merk dat Daniel is een man die zijn werk serieus nam. In Daniel hoofdstuk 6, ik zal daar een tekst lezen. Daniel 6. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. Vers 3. En over hen 3 rijksbestuurders, één van wie Daniel er een was. Aan hen moesten de stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Dus hier is een grote land. En hij verdeelt de land in 120 stukken. En dan hij zet 3 mannen boven elke, dus 40, verantwoordelijk voor 40 stukken. Dus Daniel had wel een belangrijke job, een belangrijke taak, een belangrijke baan. Ik kan me goed voorstellen dat hij was bezig van het begin van de dag tot het einde, maar hij neemt zijn pauzes om naar zijn kamer te gaan, om te bidden, misschien ook pauzes om te eten, en toiletpauzes, ook normaal, hij was een normale man hoor. En een beetje later, een andere tekst, die zal lezen, vers 17. Toen Daniel kwam uit de leeuwenkuil, vers 17. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Voortdurend vereerd. In het Engels, ik lees, the God you serve continually.
Nou, dat sprak me aan. Hier is een ambtenaar die bezig is met zijn eigen banen in de overheid, maar toch de koning zegt, yeah, you serve God continually, je bent bezig met je God altijd. Dus hier is een man die was ook bezig met zijn werk, maar ook serieus bezig met God, met zijn werk. Niet elke christen moet fulltimer zijn. Misschien van een groep zoals jullie, misschien God in zijn gedachten heeft een paar van jullie gekozen en wil in je hart zetten om fulltime christelijke werk te doen. Misschien hier in Nederland, er is nood in Nederland, maar God houdt ook van mensen die niet Nederlander zijn. En er zijn veel. Dus ik kan me goed voorstellen dat misschien in de loop van de jaren God zal een aantal van jullie ook roepen om werk voor God te doen buiten Nederland. In Nederland of buiten Nederland, er is veel te doen. Maar voor het meeste mensen, God roept om God te dienen met zijn eigen werk. Om God te dienen als een student. Om studenten. Om God te dienen als een leraar of lerares. Om God te dienen als een, met de buren, met de koeien en zo. Om God te dienen met een normale baan. En dat is de situatie van Daniel. Sommige profeten waren fulltime bezig. In het Nieuwe Testament, in Matthäus 24, 15, ik lees dat, het zegt Daniel de profeet. Dus hij is een profeet genoemd en ook hij had een fulltime baan met de overheid. Het is niet dat één is beter dan andere. Ik ben nu fulltime bijna 22 jaar. Het is niet dat een fulltimer is meer belangrijk of meer geestelijk dan een andere broer of zuster. Iedereen heeft zijn eigen roeping. En wat fijn om met onze eigen roeping God te kunnen dienen. Ik wil graag één bijbeltekst gebruiken om mijn laatste bijbeltekst. En dat is in Colossenzen hoofdstuk 3. Dat is het Nieuwe Testament natuurlijk. Colossenzen hoofdstuk 3. Colossenzen 3 vers 23 en 24. Mooie tekst hoor. Colossenzen 3, 23. Ik geef jullie een kleine tip. Als jullie mijn Bijbel zien, ik heb een paar jaar geleden begonnen met de herziene staatsvertaling. Je ziet de mooie kleuren? Ik hou van kleuren. Ja. En dan, wat gebeurt met mij, is dat soms ik kan een hele stuk zo doorlezen. En ik kom tot het einde en ik denk, oh, wat, ik heb gelezen, wat heb ik gelezen? En ik weet het niet. Dus ik ben bezig met mijn ogen, ik lees, maar niks komt binnen. Nou, sommige mensen hebben dat probleem niet, maar ik wel. Dus, maar als ik ben bezig met mijn kleurtjes, en dan, oh, dit is mooi, en ik heb een bepaalde code, dus ik gebruik kleuren, en dat houdt mijn aandacht aan mijn tekst. En het helpt mij ook later om mooie dingen terug te vinden. Ja. Ik lees dus, ik heb deze tekst ook met een kleur ondergestrepen, vers 23. En alles wat u doet, doet dat van harte als voor de Heere en niet voor mensen. In het wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Alles wat u doet, doet dat van harte als voor de Heer. Dat helpt mij, dat helpt ons, onze dagelijks werk en onze christelijke overtuigingen samen te brengen. Het is niet ik dat ben bezig in je huis om ja, je studies af te ronden, ah, gekke stof, en dan nu ga ik naar de jeugddienst, nu mijn geestelijke stuk. Nee, wij moeten onze leven niet verdelen in normale leven en geestelijke leven, het is één pakket. En hij zegt hij dat alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heer. Jij en ik, wij kunnen God dienen door onze normale werk, zoals Daniel. Daniel zegt niet, ja, hier is mijn ambtenaar werk en nu stop ik nu een beetje profetie, nu terug naar mijn werk. Nee, hij heeft dit samengevoegd. Dat betekent, als jij corvée hebt,
jij kan korwei doen omdat jij bent aan de lijst. Ja, moet hij. Of nee, ik doe korwei als voor de Heer. Heere God, ik doe dit niet voor haar kraai, niet voor anderen, niet voor mijn ouders. Ik doe het voor u. En van buiten, niemand kan dat zien. Maar van binnen, er is een blijdschap. Ik dien de Heer met de afwas. Ik dien de Heer met wat ik doe. Ja, dan je brengt het samen. Je bent bezig met studie voor het toets of zo. Je bent, ja, ik studie moet doen. Heere God, ik ben van jou. Ik heb aan jou gegeven. Ik wil studie doen. Help mij. Ik doe het voor jou. Voor de voorbereiding voor mijn leven. Ik weet niet precies wat je doel is voor mijn leven. Maar dit is nuttig. Ik doe het voor jou. Als je wil helpen in je huis om de tuin, de gras te maaien. Je kan het doen omdat je vader wil jou 5 euro geven. Ik doe het voor dat geld. Ik heb het geld nodig voor mijn mobiel. Of je zegt, nee, ik doe het. Natuurlijk, de 5 euro zijn ook welkom natuurlijk. Maar ik doe het voor de Heer. Ja, Heer God, ik doe dit. Ik meet de gras mooi voor u hier. En dan breng je een verband tussen je normale leven en je christelijke leven. Het wordt één. Tijd om te stoppen, maar ik zie hier dat Daniel neemt zijn werk serieus. Ook met een bijbaantje. Doe het niet alleen voor de geld. Doe het voor de Heer Jezus. En dan, het geeft een bepaalde blijdschap in wat je doet voor hem. Tijd om te stoppen. We hebben gezien dan met Daniel, hij is een goede voorbeeld van een normale man. Zonder wonders en tekenen, zonder militaire ervaringen, zonder, hij heeft gebouwd, geen grote dingen. Hij was trouw aan God. Hij was een man die zijn identiteit serieus. Ja, ik ben een kind van God, ik ben een Jood, ik ben anders en ik neem dat serieus. Ben jij een christen? En dan je bent niet meer normaal. Je bent een heilige. Je bent uitgezet voor een speciaal plan van God. Neem jouw identiteit serieus. Tweede, Daniel was een man die neemt Gods woord serieus. Ik verwacht niet dat wij lange Bijbel lezen, maar denk aan de 10, 12 centimeters elke dag. Serieus, ik zet mijn mobiel aan het begin van de dag en zeg, Heere God, zeg maar iets, ik ben bezig. Daniel, een man dat gebed serieus nam. Ja, een beetje regelmatig, soms misschien aan het einde van de dag, of wanneer je eet, of je zoekt maar eruit, zoek maar een beetje een regelmaat ergens, maar ook spontaan in een moeilijke situatie. Oei, Heere God, wat doe ik dan? Ja, geef mij wijsheid in dit conversatie, geef mij wat je hebt nodig, rust in dit examen of zo. En de vierde, Daniel was een man die zijn werk serieus nam. En het wordt serieus omdat hij gevonden een manier om God te dienen, door zijn normale studies, door zijn normale werk. En wij kunnen dat ook doen. Zullen wij bidden? Trouwe God, wij zijn dankbaar voor de voorbeeld, een mooie voorbeeld van deze man Daniel. 2600 jaar geleden. En toch nog vandaag, u gebruikt zijn getuigenis om ons te bemoedigen en ons te stimuleren. Ons te stimuleren, Heer, om onze identiteit als christenen duidelijk te maken, Heer, in ons dagelijks leven. Om uw woord serieus te nemen, gebeden in ons werk, Heer. Wij bidden, Heer, voor uw zegen in ons leven. Voor elke jonge man en vrouw hier aanwezig vanochtend, Heer. Ik bid uw zegen, dat iedereen zal de goede voorbeeld van Daniel volgen. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen. Hartelijk bedankt. Goedemorgen. Een paar jaar geleden zat ik hier ook, eigenlijk een jaar geleden. En mijn ouders waren vroeger best zwaar. Qua kerken en regeltjes dit, regeltjes dat. En ik moest overal mee. Ik werd het minst geringste boos. Elke keer die gewoon boos omdat ik mee moest. En ik werd gepest op een internaat. Mijn ouders waren schippers en die voeren. En Bart Rederhof was bij ons matroos aan boord. En Bart was eigenlijk de eerste persoon die ik zag die
ja, echt met God leefde. Dat wat, waar ik van zag van, ja, dat is wel anders dan mijn ouders. Het was altijd ruzie met mijn ouders tussen mij en op internaat was er altijd gezeur. Dus ik had zoveel pijn. Pijn en verdriet, wat ik niet kon verdragen, wat ik maar wegstopte elke keer weer. En op een gegeven moment kwam ik in de puberteit en ik ging drinken. Dat is, mijn broer deed het en ik had van mijn ouders nooit seksuele voorlichting gehad. En dat kreeg ik van mijn broers. En dat werd wel op een andere manier gedaan. Ik ging steeds meer drinken, elk weekend meer. En ik kon alleen maar gelukkig zijn als ik dronk. Als ik niet dronk, dan was ik meestal saai of niet gezellig. Ik kon dat gewoon niet. Ik was altijd star en boos. Als ik hierheen kwam, dan keek ik de andere kant op. Ik wilde niemand aankijken. Keek ik star voor me uit. Ik hoefde het niet. Ik hoefde het gewoon niet. Ik wilde niet net als mijn ouders zijn. Ik wilde niet zo geestelijk zijn. Ik geloofde er op een gegeven moment helemaal niet meer in. Er was altijd wel iets in mijn gedachten waar ik van er is wel iets meer, maar ik wilde het niet. Ik hoefde niet zo te leven. En er kwam steeds meer ruzie tussen mijn ouders en mij. En ik ging toch alsnog wel aan boord werken, want het was de makkelijkste optie bij mijn ouders en het was ook wel gezellig. Ik werkte met Fabian Hemming, misschien kennen een paar mensen hier. En die was eerst ook christelijk mee verlaten, dus wakte die af en ik zie je wel. Het christelijk geloof is helemaal niet, zeggen allemaal zo dat het zo allemaal hoort, maar hij zwakt ook af en hij gaat ook weer weg. En hij vindt het andere leven toch wel veel mooier. En dat, ja, dan kwam ik hier en dan hoor ik wel eens wat, maar dan zie ik hier de jongeren sommigen zitten en dan denk ik van, zo was ik ook. Ik was precies hetzelfde. Maar ik kan één ding zeggen, het is geen vreugde om zo te leven. Het is geen liefde om zo te leven. Ik had geen liefde meer in mij. Elke zoen dat ik van een vrouw kreeg, wat ik op dat moment even lekker vond en leuk vond, was geen liefde. Ik ervaarde niks, ik voelde niks. Voor mij was het niks meer. Helemaal niks. En ik ben ook verder gegaan, ik ga niet in details. Maar het was helemaal geen liefde meer. Op een gegeven moment ben ik naar Italië gegaan. Met Menno, ook onze matroos. En dat was me beter uit. En ik dacht eerst van ja, ik ga niet met een christelijke reisorganisatie mee. Hoe is het? Maar op een gegeven moment zei hij, ja weet je, je zit in een feeststad. En ga je lekker feesten en ga los. En die je beter uit, dat maakt helemaal niet uit. Die is gewoon los, staat gewoon los, je gaat gewoon mee. Ik zei, ja, het beste, ga ik doen. Dus ik ging mee en die week, die 10 dagen, heb ik niet meer dan 10 uur geslapen. Alleen maar drinken. Met vrouwen bezig zijn. Met wiet bezig zijn. En niks anders. Op dat moment dacht ik lekker, maar toen was ik thuis. Ik was 3 weken ziek. En ik dacht, wat moet ik nou met mijn leven? Ik maakte mijn leven kapot. Ik had geen vrienden. Ik had op een gegeven moment heel veel vrienden, waren alleen feestvrienden. Alleen om te feesten. En als na het feesten was, dan zag ik ze nooit. Ze waren er nooit voor me. Ze zijn er niet voor jou. Als jij feestvrienden hebt of wat dan ook, ze zijn er niet voor jou. Het lijkt misschien allemaal zo, maar het is allemaal hebben. Ze doen het niet voor jou. Ze doen het voor zichzelf. De dingen die ze misten, de liefde die ze misten, dat doen ze allemaal voor zichzelf. En op een gegeven moment vroeg mijn ouders mee om een keer naar de Hoop te gaan in Dordrecht. En op Bart zijn bruiloft sprak nog iemand mij aan. En dat hakte op zich best bij mij erin, maar ik wilde het niet. Ik zei dat ik hoofdpijn had en liep weg. Maar verder op de Hoop, ik ben naar de Hoop gegaan. Daarvoor, voordat ik naar de Hoop ging, het was niet dat ik naar de Hoop ging om hulp te zoeken, maar er was zo'n lezing erover. En voordat ik daarheen ging, was er ook nog een hele strijd. Want ik zei dat mijn ex, ik had een ex van 5 weken, ik had niet langer gehad, want dat kon ik niet. En ik zei dat ze zelfmoord ging plegen. Ik zeg, daar moet ik naartoe. Ik moet met haar praten. En toen kwam mijn broer naar me toe. Je zegt, jongen, je loopt bies. Je liegt. En als je niet liegt, je kan haar niet helpen. Waar jij bent, kan je haar niet helpen. En daar had hij gelijk in. Hij zegt, ga gewoon mee naar de Hoop. En toen ben ik meegegaan. En ik zat bij de Hoop. En God die vroeg mij. God die vroeg mij, geef je over. Ik rende naar buiten. Ik kon de pijn niet meer aan. De pijn en de verdriet die in mij zat. Ik kon nooit blij zijn. En als ik lachte, was het nep. Als ik blij keek, was het nep. Ik had nooit geluk. Ik verlangde naar geluk en liefde, maar dat kreeg ik nooit. En misschien denk je zelf van, nou, ik verlang echt niet naar liefde of zo. Of misschien liefde wel, maar niet echt naar geluk. Ik voel me wel best. Je voel je niet best. Dat kom je nu pas achter. Ik kwam er nu pas achter. Wat ik nu voel,
wat ik nu ervaar, de liefde van de mensen, dat is zo groot. Ik in ieder geval bij de hoop aangekomen. En ik ging naar buiten en ik vroeg aan God, zeg God, ik geef me over, maar er gebeurde niks. En toen vroeg ik van, zou er alsjeblieft één iemand hier met mij willen bidden? Toen kwam er een vrouw aanlopen en die zei zo van, gaat het met je? Ik zeg, nee, het gaat niet. En toen liep ze straal door. Ik was boos, echt heel erg boos op God en ik begon te vloeken. De ergste vloeken die ik altijd al als normaal beschouwd had, schreeuwde ik weer uit. En toen kwam er een man naar me toe lopen en die zegt, zullen we bidden? En het was echt een engel die zo ineens naar me toe kwam. Ik zag geen normale man, ik zag een engel. En hij legde de hand op mijn schouder en bad met mij. En alles, heel dat pakket van 17 jaar lang, wat voor pijn en verdriet, dat viel van me af. De blijdschap kwam in mij. En ik werd blij en verheugd. Ik kon uitroepen en uitschreeuwen naar God, God die mij gered heeft. Maar gelijk 5 minuten later knalde ik weer neer. Jongen, volgende week zit je gewoon weer in de kroeg. Zit je gewoon weer achter de vrouw aan. En toen bad hij weer, duivel, ga weg van hem. Dit zijn duivelse machten die je tegenhouden. Als je hier nu zit en God die vraagt jou en je zegt nee, dat zijn de duivelse machten die je tegenhouden om in te gaan. Het lijkt allemaal saai, die lezingen, urenlang lezingen. Maar als je eenmaal zover bent en je God die heb je geroepen en je bent van God, dan wil je alleen maar meer, alleen maar meer. Het is zo'n vreugde om met God te leven. Ik weet hoe het voelt om hier te zitten en staan voor je uit te kijken, net alsof je mij niet hoort. Ik weet hoe het is. Ik heb hier zelf ook gezeten, jarenlang. 3 jaar volgens mij. Ik ben er 3 jaar hierheen geweest. En 3 jaar met tegenzin. Ik heb zelf mijn pa een keer geslagen. Gewurgd. Gewoon letterlijk om mijn nek gehad en hij bij mij. Het was een heftige strijd tussen mij en mijn vader. Ik kon mijn vader en moeder kon ik nooit uitstaan. Dat was altijd wel iets waar we om konden ruzien. Maar als je eenmaal naar God toe bent, het is geen teleurstelling. En wat houd je tegen? Van alles. Vrienden. Misschien voor de jongens, vrouwen. Muziek. Maar je krijgt er veel meer voor terug. Echt waar. Je krijgt er veel meer voor terug. Je krijgt de liefde. En liefde is zo belangrijk. Een mens zonder liefde te ervaren, geloof ik niet dat je kan leven. Je kan niet leven zonder liefde. Amen. Laten we samen bidden. Almachtige en heilige Vader. Heer, soms vragen we om een teken misschien of twijfelen of u wel bestaat. Maar Heer, een van de heerlijkste bewijzen dat u bestaat, is wat u doet in levens van mensen. Iets, Heer, wat wij als mensen nooit kunnen bewerken, wat wij nooit kunnen veranderen, dat is wat u doet door uw geest. Ik dank u, Heer, wat u in het leven van William heeft gedaan. Heer, eerst hard, met weerstand. Maar Heer Jezus, als we iets van u zien, iets van uw liefde proeven, dat u zelfs de grootste van de zondaren lief heeft, dat u ons lief heeft, onvoorwaardelijk en ons op wil zoeken, ons verandert. Daar danken we u voor. Heer, ik wil u bidden voor William, zegen hem. Geeft u hem kracht, Heer, om vrijmoedig over u te spreken. En ook om trouw te zijn, net als Daniel, ook in het dagelijks leven. Als het soms zwaar is, als het soms moeilijk is. Geef hem vreugde en kracht om dicht bij u te blijven. En ik bid u ook, Heer, voor een ieder die hier is vanmorgen. Die zich herkent in hetzelfde dubbelleven. Dat die vanmorgen zich over zal geven. En zal breken met de zonde. En zich met zijn hele hart zal toewijden aan u, Heer Jezus. Het vragen we alleen in Jezus' naam. Amen. Amen.